Mediawerkers hebben de opbrengsten van hun cookout, die meer dan 110.000 SRD bedraagt, overhandigd aan Stichting SUEET. De stichting is dit jaar bezig met een inzamelingscampagne om 140.000 euro voor de neonatale intensive care unit, NICU, van het ziekenhuis op te halen. De opbrengst is afgelopen woensdag door SUEET overhandigd aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Kinderarts Safir Liesdek is ingenomen dat de samenleving bewust wordt van het werk dat NICU doet. Ook is hij tevreden met de bijdrage van de samenleving in de vorm van donaties, zodat de zorg gecontinueerd kan worden. Liesdek gaat in op de zorg die momenteel geboden kan worden op de NICU. Ja, kijk, momenteel kunnen we kinderen vanaf 27 weken of 750 gram opvangen. We hebben momenteel 5 intensive care bedden open. Terwijl we eigenlijk een gebouw hebben met de capaciteit voor 10 intensive care bedden. We hebben 7 high care bedden die we nu draaien. Natuurlijk is de aantal bedden zijn niet genoeg voor heel Suriname. Dus je wil uiteindelijk ook gaan uitbreiden. En dan praten we nog niet over de brain drain. We zijn bezig mensen te trainen. Maar uiteindelijk als ze getraind zijn wil je ook gaan uitbreiden. En dan heb je inderdaad meer apparaten nodig. En los van dat, we hebben nu wel wat apparaten. Het zijn eigenlijk heel oude apparaten die bijna afgeschreven zijn. En ook elk moment kapot kunnen gaan. Dus je moet alvast voorbereiden om je apparaten te gaan vernieuwen. Zodat je ook steeds betere kwaliteit kan leveren. Kinderarts Kevin van het Kruis zegt dat met deze donatie de NICU straks in staat zal zijn de nodige apparatuur te kopen. De kinderartsen hebben behoefte aan meer apparaten. Van het Kruis zegt dat er een top 5 lijst is gemaakt. Beademingsapparaten zijn belangrijk voor pasgeboren baby's, maar ook iets oudere kinderen met ademhalingsproblemen. Waarbij tijdelijk de ademhaling moet worden overgenomen. Dus beademingsapparaten hebben we nodig. We hebben ook een nieuw echoapparaat nodig voor het verrichten van een echografisch onderzoek van het hart. Want we krijgen hier in het AZP heel vaak kinderen met een aangeboren hartaandoening. Dus daarvoor is er onder andere een nieuw echoapparaat nodig. En we hebben sowieso nog meer apparaten nodig, maar we hebben een top 3 en top 5 gemaakt. Dus die hebben we doorgegeven aan SUEET. Een beademingsapparaat is een heel duur apparaat. En een nieuw beademingsapparaat kost rond de $30.000. Het ontbreken van apparatuur is niet de enige uitdaging waarmee de NICU kampt. Volgens Van het Kruis is er ook een gebrek aan gekwalificeerde medewerkers. Liesdek benadrukt dat de kinderartsen blij zijn met de geste en voegde eraan toe zich tot het uiterste in te zetten. Maar uiteindelijk hopen ze dat de beleidsmakers ook aandacht schenken aan de situatie in de NICU, omdat de instelling niet afhankelijk kan blijven van donaties.